Minister Armand Achai-Bersin van Financiën en Planning is ingegaan op de bewering al zou de overheid, ondanks anders is beweerd, toch leningen zijn aangegaan. In gesprek met de communicatiedienst Suriname stelt de bewindsman dat deze kwestie verkeerd geïnterpreteerd wordt door de media en dat zaken in werkelijkheid best anders liggen. De bewindsman legt het volgende uit. Ik was nog geen minister. In juni heb ik de voormalige minister van Financiën geholpen om leningen af te sluiten, zodat salarissen van juni en juli betaald konden worden. Daar heeft hij een beroep op ons gedaan. En ik heb de gesprekken met de banken gevoerd en de banken waren bereid om mij te helpen, niet de voormalige minister. Daarna is er in juli en in augustus zijn er wat bedragen geleend bij de banken om de salarissen van juli en augustus te betalen. En vanaf toen is er 0 cent geleend en zijn we in staat geweest om niet alleen salarissen, maar subsidies en operationele lasten op eigen kracht te betalen. Dus de leningen die zijn genomen, die zijn in juni en juli geweest om salarissen van juni, juli en augustus gedeeltelijk te betalen. Maar wat is waarvan de berichtgeving in de media, waarbij er middels een tabel wordt aangegeven dat er geleend is tot september 2020? Ja, de tabel moet goed gelezen worden. Er is niet geleend in september en de kop van het bericht is zeer tendentieus. Ik betreur heel erg dat een journalist van dergelijke kaliber zo kan uitglijden, omdat ik ook aan hem gezegd heb dat we niet geleend hebben en hij had het goed kunnen verifiëren bij het Bureau voor de Staatsschuld. Een lening wordt geregistreerd bij het Bureau voor Staatsschuld en gaat ook naar de rekenkamer. En de registratie kan iets later plaatsvinden dan het moment waarop de lening is afgesloten. Maar als je dat tabel goed bekijkt, dan zul je zien, ook al was er in september geleend, dat er na september 0 cent is geleend. Dus de betrokken journalist had beter moeten weten en had het ook beter moeten verifiëren. Ik betreur dit bericht heel erg en ik kwalificeer het als zeer tendentieus. Maar van waar komt dit tabel? Nou, ik weet niet waar ze dit tabel vandaan gehaald hebben. Als bron staat eronder Bureau Staatsschuld. Dat tabel kan niet fout zijn, maar bekijk het tabel goed. En dan zul je zien dat er na september niet geleend is. Na augustus eigenlijk. Er is een lening van de Republic Bank geregistreerd in september. Maar daarna is er niet meer geleend. Dus dat zegt dat tabel ook. Ja, en daarom heb ik moeite met de kop van dat artikel in de ware tijd.